De president van Brazilië en Colombia hebben een bespreking gehad over regionale coördinatie om ontbossing tegen te gaan en het Amazonegebied te beschermen. Suriname was door minister Marciano Dassai van Rome vertegenwoordigd op deze bijeenkomst die zaterdag heeft plaatsgevonden. De bewindsman ziet deze bespreking als een belangrijk moment voor uitwisseling van ideeën en het creëren van samenwerkingsmogelijkheden op het gebied van klimaatonderzoek en financiële mechanismen gerelateerd aan klimaat, ontbossing, degradatie en vervuiling in het Amazonegebied. ...25 Surinaamse ondernemingen beginnen morgen met een trainingsprogramma dat hun bedrijfsprocessen normen naar een internationaal vereist niveau zal brengen. Dit traject heet het Blue Wave Supplier Development Program en is een initiatief van Staatsoliemaatschappij Suriname NV. De organisaties die het programma doorlopen kunnen daarmee hun concurrentiepositie verbeteren en inspelen op versterking van de lokale economie. Suriname heeft op 7 juli geparticipeerd aan de 8e editie van het Caribisch-China consultatiemechanisme dat plaatsvond in Roseau, Dominica. Deze consultatie wordt gehouden tussen China en CARICOM-landen die diplomatieke relaties met China onderhouden. Het betreft een tweejaarlijkse meeting die bedoeld is om het samenwerkingspartnerschap met China te evalueren en aandacht te vragen voor de zaken waarvoor CARICOM-landen steun nodig hebben. De 7e editie van dit mechanisme vond plaats in 2019 in Beijing, China.